Le Fort is een bier van hoge gisting met hergisting op de fles. Zo'n bieren bewaren we het best rechtopstaand in onze koelkast. We gaan het uitschenken in een droog glas dat bevordert de schuimvorming. Heel voorzichtig en op het eind blijf ik een stukje onder de rand van mijn glas en hou ik een centimetertje bier over in mijn flesje. Het is de uitgezakte gist die ik overhoud. Le Fort is een donker, complex bier met vele zachte, zoete en fruitige toetsen. Om dit bier optimaal te kunnen degusteren, is het best op een temperatuur van een 8 tot 10 graden. In de neus ervaar je onmiddellijk de donkere, geroosterde mouten. Ga je proeven, dan heb je naast chocolade karamel ook de fruitigheid van de hoge gisting. Op culinair gebied hoef ik je niet te vertellen dat dit bier het best samengaat met stoofpotjes van bijvoorbeeld varkenswangetjes. Maar waarom het niet eens proberen met een dessert, een zoet dessert, met bijvoorbeeld chocolade of banaan? Ik ben zeker dat het je zal bevallen. Gezondheid! Aan de naam Le Fort is ook een mooie familiegeschiedenis verbonden. Omer van der Ginste huwde namelijk in 1900 met Margriet van Damme. En Margriet van Damme was de kleindochter en enige erfgename van Felix Verschuren. Hij was de eigenaar van een Kortrijkse brouwerij, Brasserie Le Fort. Na het overlijden van haar grootvader erft Margriet van Damme de brouwerij en heel wat cafés in Kortrijk. Ze brengt de brouwersactiviteit over van Kortrijk naar Bellegem en gaat hier nog 50 jaar onze brouwerij leiden. Eerst samen met haar man en daarna samen met haar zoon. Dat is de reden waarom we kozen voor de naam Le Fort.